We zijn hier bij de Regio Tour Groningen. We gaan de komende 2 dagen in Groningen kijken wat zijn de nieuwe koplopers. Vandaag gaan we onder andere kijken bij drijvende zonnepanelen en morgen bij energie-neutrale huizen. Dus Groningen is echt een aantal hele vernieuwende dingen aan het doen die nog nergens in Nederland zijn. En in Groningen, zei ik net, begint de victorie. Want zit hier net een nieuwe gedeputeerde die echt de energietransitie in haar bloed heeft. En die ook wat wil en die een heel goed collegeprogramma voor elkaar heeft gebokst. Dus ik heb wel hoop dat er in Groningen echt wat gaat gebeuren. Sowieso zitten wij in Groningen natuurlijk direct met de gevolgen van de fossiele industrie. De gaswinning leidt hier tot enorm veel aardbevingen. De inwoners hebben hier heel veel last van. Dus wij merken hier in Groningen heel erg goed dat fossiele energie gewoon echt passé is. Als we in 2030 100% energie-neutraal willen zijn, en dat is ook nodig, dat hebben we nodig, want anders krijgen we hele grote problemen, dan moeten we vandaag beginnen. Dan moeten we lef tonen, dan hebben we voorbeelden nodig en dan moeten we vandaag gewoon beginnen met die voorbeelden. Het is eigenlijk ook een beetje de start van de tour naar Parijs, want we gaan de hele maand november lopen, van 1 tot 29 november naar Parijs. En eigenlijk had ik willen beginnen in Groningen, maar dat werd net een beetje te lang, dus we doen nu hier een heel klein stukje, we gaan nu lopen en dan gaan we later verder vanaf Utrecht. Ja. Ik wil graag bij zijn als de tour naar Parijs van start gaat. Ik hoop dat je voor elkaar krijgt dat je naast media-aandacht ook echt het gesprek erover kan in beeld kan brengen en kan voeren en onder de aandacht van meer mensen kan brengen. Ik heb altijd een beetje het idee met de klimaattop, ja, wat levert het eigenlijk op? En ik hoop dat het op deze manier in ieder geval in Nederland meer gaat leven en hopelijk ver daarbuiten.